Na de VVD ziet nu ook de PvdA voordelen in de komst van een erotiek boulevard. De bedoeling is om de prostituees van de Geleenstraat en de Doubletstraat naar een gebouw ten oosten van de Lekstraat te verhuizen. Exploitanten zouden positief zijn over het plan. Het idee zou ook een oplossing zijn voor het probleem van de oprukkende Chinese massagesalons. Den Haag zal moeten wachten op het geld dat is uitgegeven aan renovatiewerkzaamheden aan de pier. Curator Udink laat weten dat de rekening van het onderhoud op de grote hoop gaat. Dus pas betaald zal kunnen worden als de pier verkocht is. Hij vindt het wel fijn dat de gemeente nu belang heeft bij het behalen van een goede verkoopprijs. Hagenaars hoeven een verloren of gestolen identiteitsbewijs niet meer te melden bij de politie. Vanaf maandag kunnen inwoners bij de gemeente een verklaring tekenen van verlies of diefstal, waarna ze meteen een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart kunnen aanvragen. De gemeente neemt zo'n aanvraag dan direct in behandeling.